Mr. Limburg 2019, Jacinto! Zou graag onze uittredende Mr. Limburg Internationaal hebben, Jeremy Bertens. Hey, Jeremy Bertens natuurlijk. Ik heb net gisteren zaterdag avond daarom. We hebben nog iemand nodig, onze Mr. Nederlands Limburg, Adil. Oké, de jongens die hebben we al. Maar we hebben natuurlijk ook nog de organisatrice en directrice van Model Sync International nodig, mevrouw Jocelyn Panis. Nou, kijk jij niet de veilige route, dat is... Oké, en dan hebben we natuurlijk onze Miss Limburg Internationaal, die hebben we nodig, Isha Frederiks. Ook nog onze Miss Nederlands Limburg, Laura. Zo, nu denk ik dat we iedereen hebben die een handje moet toesteken hier voor de winnaars bekend te maken. En die moet ik hier in mijn binnenzak gaan, want daar zitten de uitstaking. Spannend. Ah ja. Dat is gek, ik weet het altijd als eerste. Jullie niet, hè? Oké, ja, zelfs de voorstels, dat is waar. We beginnen bij de dressking en daar hebben we een lid voor de Mr. Motivation. En de Mr. Motivation bij de dressking, dat is... Bert! Natuurlijk een Mr. Dressking voor België en straks ook nog eentje voor Nederland, de Belgische Mr.
Dress King is geworden Walter. Talent was voor de Mr. Dress King Nederland en dat is geworden Bjorn. Met de Mr. Limburg verder. We gaan naar de missen. De Miss Mannequin. En ook daar is er een Miss Motivation. En de Miss Motivation. Wie zou dat zijn? Melissa! Nederland verkozen. En daar ga ik weer beginnen. De Miss Mannequin voor Nederland is Julia. Exclusief juweel geschonken door Victoria Juweel. Dan gaan we even naar de Belgische kant, want daar hebben we een Miss Mannequin. We hebben ook een tweede eredame en een eerste eredame. En de tweede eredame voor Miss Mannequin hier in België. Melissa! Dat kan gebeuren. En dan zijn we ondertussen al toegekomen aan onze eerste eredame voor de Miss Mannequin titel. En die titel die gaat naar
Spannend hierachter, hè? Kiara! De Miss Malika. Ja. Het grappige is, ik heb hier backstage, dus ik zie hier echt zo de zenuwen op ieders gezicht staan. Miss Malika voor België. Tatjana! Vicky nog eventjes op het podium vragen, want Vicky die heeft nog twee linten bij. Eentje, ja, Isha, dat wisten we al, dat die ons ging vertegenwoordigen.
Maar Ishay gaat daar niet alleen naartoe. Je krijgt gezelschap van een van deze dames. En de dame die met jou mee mag gaan naar die Miss Beauty Queen Europe pageant, dat is... Ze staat hier al op het podium. Melissa! Ja, drie lente om de lente te kunnen krijgen. Nu zit het er echt op voor jou, hè. Nu is het echt de laatste seconde. Maar ja, je blijft nog altijd Mr. Limburg 2018. Dan kunnen ze jouw nummer afnemen, hè. Maar wie wordt de nieuwe Mr. Limburg 2019? Dames en heren, jullie nieuwe Mr. Limburg 2019, Jacinto! Uit voor de foto's natuurlijk. Die worden we op de telefoon. Zo die hier, dat is